Hallo allemaal. We gaan vandaag alles doen, van schouders tot enkels tot benen tot heupen. Alles komt aan bod. We hebben de twisted cross. Ik doe even de deur. Ja, wat moet jij? Ik had het ook graag mee doen. We hebben de twisted cross. We hebben de thread the needle. We hebben de child's pose. We hebben de low dragon. De laag split. De saddle eagle. De saddle. En de seated forward fold. Laten we lekker gaan beginnen. We beginnen met de twisted cross. Alle oefeningen houden we trouwens kort vast. 30 seconden tot, nou, de langste is 2 minuten. De meeste zijn eigenlijk maar kort. Dus je mag lekker op je buik gaan liggen. We beginnen met links over rechts. Deze arm gestrekt. En je duwt jezelf met je schouders naar achter. 30 seconden gaan in. Linkerarm gestrekt of je houdt hem gebogen, kijk even wat lukt. Rechterarm gaat onder de linkerarm. En deze houden we ook weer 30 seconden vast. Rechterarm gestrekt of gebogen, linkerarm onder je rechterarm. Je mag weer rustig op handen en knieën komen. Dan gaan we naar de child's pose. Die houden we 1 minuut vast. Heupen mogen naar achter. Armen gestrekt. Of als je wil gebogen. Maakt eigenlijk niet uit waar je legt. We houden in ieder geval 1 minuut.
dragon, dus je mag je rechtervoet voorbrengen. Low dragon is die lage spits, dus je knie gaat voor je uit. Dus ga je ook in je enkels voelen. Handen ernaast. En deze houden we 1 minuut vast. Neem je voet voor, knie naar voren, rechterbeen gestrekt. Je schouders voelen in je bovenrug. Deze houden we 2 minuten vast.
steeds voor heel goed achter in je benen. Voor 1 minuut. Zijn we aangekomen bij de 2 minuten rebounds. Dus kijk even of je op je rug of je buik gaat liggen voor 2 minuutjes. Gaan we lekker ontspannen.